Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zondag en ik kijk net uit mijn raam. En oh my god, guys, kijk dit. Er ligt... Het sneeuwt gewoon. Oh my god, love it. Oh my god, ik hou hiervan. Love it. Echt. Hoop dat het blijft liggen. Sneeuw is echt geweldig. Ik lag net gewoon rustig in bed, zeg maar. En ik ging gewoon, zeg maar... Goedemorgen trouwens, wow. Ik ging trouwens kijken naar buiten, want ik zag een tweet voorbij komen over sneeuw. En toen keek ik echt zo van, het sneeuwt gewoon. My god, I love this shit. Oh mijn god, ik hou er echt van. Echt, ik voel een kerstmuziekje aankomen. Oh mijn god, love. Love, love it. Ik ga lekker nu naar beneden, buiten. En dan... lekker veel kerstige shots in deze vlog. Ja, zoals je ziet ben ik lekker buiten. Met hondjes aan het lopen. Mamaatje erbij. Ik weet niet of je hoort. Maar het sneeuwt. Het is zo fucking koud. Oh my god. Ik hou van dit weer. Ah, love it. Ik hou van sneeuw! Wee! Love it! Hoi mam! Hey, ik viel gewoon, oh mijn god! Jongens, ik weet niet of jullie me horen, maar het weer is in ieder geval echt fantastisch. Guys! Allow me to introduce myself. Who knows what dastardly crime might perpetrate next? He's a very clever arch criminal who must be put away. Another innocent victim of the suicidal maniac. Inmiddels zijn we uit thuis gekomen en ik ga mijn laptop erbij pakken en dan ga ik lekker Christmassy editen. Met een lekker pt erbij. Because, waarom wil mijn camera niet scherp zetten? Dit vind ik vervelend. Oh my god, mijn oor, guys. Mijn oren zijn gewoon helemaal rood. Ik ga lekker editen. Als een speedy. Oké, inmiddels is het alweer een paar uur later. En ik heb de hele avond geëdit. Voor de vlogs die je gisteren hebt gezien. Heb ik gemonteerd, geüpload in de afgelopen vlogs. Het is nu. Okay. Het is nu 23 uur 21. En normaal hoor ik dan nog met jullie de adventkalenders te openen. Dat kan ik nu wel even gaan doen. Maar dan ga ik nu close-ups al maken, want anders is het te veel werk voor mij. Want ik ben al heel erg moe. Dus dat ga ik nu doen. En de vraag ga ik ook met jullie lezen. Dus let's go! Laten we beginnen met de vraag. En de vraag van Book of Making List of Things on Your Mind and Your Heart is de vraag. Deze hadden we gisteren. Oké, de vraag is: Things that I'm proud of. Deze vraag. En de volgende vraag is: I promise myself. Dus ik loop mezelf. En things waar je trots op bent. Dus dit vraag gaan we ook graag in de comments lezen. Dan gaan we de smurven, dag nummer 17. Die zit hier, een rondje. Ik heb het nooit allemaal open. Oh shit, ik heb fucking 23. Nou, oké. Dit is hem. Super schattig. En dan gaan we even open maken van een kleine tagger. En waar zit de 17? 17. Hier, pakje nummer 17. Chockerend dit. En het is een klokkenspel. Ik ga nu niks meer boeiends doen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Voor deze vlog nou leuk, doe die thumbs up.
Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet me zeker niet te volgen op social media, Twitter, Instagram en Snapchat. Allemaal in de beschrijving. En dan zie ik jullie morgen weer. Dus tot morgen. Oh ja, en vergeet ook niet het Instagram-account te volgen van Rewind NL. Ook in de beschrijving. Tot morgen. Doei doei.